Woensdagmiddag was het dan eindelijk zover. Tientallen jonge doelmannen stonden te trappelen om het hoofdveld van de hertgang te betreden voor de jaarlijkse keeperclinics. De middag stond onder de bezielende leiding van keeperstrainer Stefan Tonen. Ik ben Stefan Tonen. Ik ben sinds dit jaar de jeugdkeeperstrainer van PSV. Ik trainde onder 9 tot en met onder 16. Samen met Abe Knoop, die de rest van de jeugd voor zijn rekening neemt, en Jong. Vorig jaar heb ik hier een deel van de jeugd getraind. Daarvoor zelf bij PSV gespeeld, bij Jong. Meerdere wedstrijden betaald voetbal gespeeld, tot post toen ik een jaar of 18 was. En voor de rest heel veel training gegeven op amateurniveau en zelf op het hoogste amateurniveau gespeeld. We hebben vandaag een keepersclinic voor de leeftijd geboortejaar 2008, eerste groep. En daarna 2006, 2007, tweede groep. En er zijn zo'n kleine 50 keepers per groep uit de regio hier die zich hebben aangemeld. En die nou een uur lang keeperstraining van ons krijgen. We nemen ze zeer flink onder handen. We hebben een stevige warming-up van 13 minuten. Daarna twee oefeningen waar eigenlijk in principe het keepersvak helemaal aan bod komt. In twee oefeningen van twee keer 20 minuten. En dan sluiten we af met een klein spelletje latje trap, zodat we ook een beetje kunnen zien of ze een beetje een balletje weg kunnen schieten. Ook niet onbelangrijk. Don't be afraid. I can show you what it means to sacrifice. Wat is het doel van de middag? Een beetje kijken wat er allemaal in keepers hier in de regio rondlopen. We hebben natuurlijk heel veel scouts die overal heel veel wedstrijden kijken. Maar er zijn altijd teams die een andere keeper opstellen of die rouleren. Waardoor we misschien een talentvolle keeper mislopen in een wedstrijd of een weekend. Ja, en als we nou ze gewoon uitnodigen en we zijn meteen allemaal hier. Kunnen we meteen al die keepertjes zien en dan kunnen we misschien kijken of het iets is wat eventueel nog terug kan komen voor een vervolg. Ik krijg alleen maar positieve geluiden en ik moet zeggen dat we het goed hebben weggezet. Ik heb externe trainers, om het zo maar te noemen, benaderd om mij te helpen om dit allemaal weg te zetten. Zodat ik toch een beetje een PSV-niveau heb voor zo'n dag. En ik denk dat zeer goed geslaagd is.